Hallo, ik spreek even met Desiree Breedveld van Rotterdam Airport, die vandaag ook naar Bern gevlogen is met Skywork Airlines. Hoe heet het? Je bent vorig jaar ook al wel een keer gevlogen naar de sneeuw? Of? Ja, inderdaad. Zeer goed bevallen en daarom heb ik het nog maar een keer geprobeerd. Precies, en jullie zijn vanaf Bern naar de Jungfrau-regio gegaan met een bus, geloof ik. Hoe lang was je onderweg? Ja, we zijn eerst met de bus gegaan. Dat was ongeveer een dik half uur. Prachtig, door de bergen, mooi landschap. En daarna met een tandrad treintje, helemaal naar boven op de berg, waar naar zeggen heel erg mooi uitzicht is. Helaas hadden we vandaag wat bewolking, maar gelukkig hebben we de foto's nog en het is echt een spectaculair punt, heb ik me laten vertellen. En de aanleiding was dat Skywork Airlines gaat nu twee keer per week vliegen in de komende winter? Ja, komend winterseizoen vanaf 15 december. Op woensdag en op zaterdag een vlucht direct naar Bern en van daaruit dus doorverbinding met een directe bus hier vanaf de luchthaven naar de belangrijkste skigebieden hier in de buurt, waaronder dus de Jungfrau. Rotterdam Airport is inmiddels echt bekend als wintersporthub dankzij het grote aantal Transavia vluchten. Wat voegt dit voor jullie nu toe, zeg maar, de lijn Skywork Airlines? Ja, het is natuurlijk weer een nieuwe bestemming, extra keuze. We hebben inmiddels een heel breed spectrum aan bestemmingen in de Alpen voor elk wat wils. Dit is bijvoorbeeld een familiebestemming, maar voor degenen die echt willen skiën en daarbij hardcore willen apres-skiën, hebben we ook genoeg andere bestemmingen in Oostenrijk in de aanbieding of in Frankrijk. Dus voor elk wat wils en ook een groot aanbod aan vertrekmogelijkheden en dus flexibiliteit. En je boekt gewoon op Skywork Airlines website en daar kun je ook je transfer naar de skigebieden regelen? Ja, klopt. Het is skyworkairlines.ch. En ook via een aantal tour operators, waaronder de Jong Intra Vakanties, OAT, Thomas Cook en Neckerman. Die hebben allemaal de vluchten van Skywork Airlines ook in hun gidsen staan. Dus ook via het reisbureau kan de vlucht geboekt worden. En de ski, snowboard kan gewoon mee? Ja, bijbetaling? Of, €20 voor de hele set van de punten. Oké, en dus 15 december gaat beginnen? 15 december tot aan de Pasen. Dus en dan kan je een heerlijk lang seizoen. Je kan dan een hele week gaan en een korte trip van 3 of 4 dagen. Ja. Nou, hartstikke fijn. Mooi dat dat allemaal kan op Rotterdam Airport. Dankjewel. Graag gedaan.